En leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe spoiler video. Ik ben Jessie en ik heb vandaag spoilers voor de Equestrian Festival en nieuwe paarden. Blijf kijken. Allereerst wil ik met jullie even naar kijken naar de nieuwe kristalpaarden die uitkomen deze woensdag. En ze zijn al gereleased door Star Stable als officiële spoiler. Brit zijn ze. Het zijn dus Pasofinos, de Eperia en de Calder. Bijzonder. Ik vind de namen worden gewoon. Ze zijn niet heel makkelijk. Ik had makkelijkere namen verwacht voor dit soort paarden. Maar ik vind ze er wel heel leuk uitzien. Ik heb voor deze twee nog even namen nodig. Want ik koop natuurlijk alle magische paarden die in game komen. Dit zijn ze. Ik vind ze zelf wel een leuk idee. Ik vind het alleen jammer dat de kristallen 2D zijn en niet 3D. Ik weet niet. Ik had het veel cooler gevonden als dat zeg maar een soort uitstak. In plaats van dat het op de coat zou zitten. Ik had die reactie ook op Instagram geplaatst. En heel veel mensen waren het met mij eens. Dus dat vond ik wel heel erg grappig. Maar de normale coats zien er heel erg vet uit. En dat is ook de reden waarom ik geen extra Pasofinos meer heb gekocht. En liever dan voor deze zou gaan. Dus ja. Ik zie al jullie dat ik een van de top comments ben op Star Stable. Lol. Blijkbaar geven de stenen ook licht in het donker. En in een bepaalde shader. Ik ben heel benieuwd hoe dat werkt. Blijkbaar moeten ze dus een beetje van kleur veranderen. Afhankelijk van het licht. Dat is wat Star Stable zegt. Maar ik ben heel. Dat gaan we natuurlijk woensdag even uittesten. We gaan het helemaal stress testen dit. Want het is gewoon een hele gemiste kans dat ze niet 3D zijn. Dus ik ben echt. Ik snap dat het lastig is om te maken, et cetera. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de kleuren van de kristallen. Je ziet het wel een beetje, ja. Als je de camera ronddraait, die stenen een beetje verkleuren. Dus ik ben heel benieuwd of ze ook licht geven zoals de magische paarden van kerst laatst. Die hebben natuurlijk ook lichtgevende dingetjes. Oeh, de kat is cute. Ik vind sowieso alle huisdieren altijd heel schattig, maar veel te duur. Dat worden ook 950 starcoins. Ook komt er nieuw tuig uit. En ik denk dat het tuig een beetje aankomt bij Equestrian Festivals. Oh ja, en de Pasofinos en de Andalusiërs kunnen tegenwoordig ook een nieuwe tuig. Daar ben ik heel erg blij mee, want toen ik de Andalusiërs, of niet Andalusiër, maar de Pasofino ging trainen. Ik ben heel erg verliefd op het nieuwe tuig, een nieuwe western tuig. En al mijn oude paarden kunnen dat niet op. Oeh, die leg wraps. Ik ben er geen fan van in real life, maar Star Stable kun je natuurlijk je paard er niet mee verwonden of verpesten. Dus ze kunnen lekker om. Oeh, een Iberian Saddle. Dat is wel heel vet. Het ziet er alleen uit dat hij nog niet af is. Nee, die is nog niet af. Dit is alleen een 3D texture zonder dat alle kleuren erop zitten. Maar het is wel echt heel cool dat ze dit soort saddles gaan toevoegen. Wat? Ik vind het een heel bijzonder iets. Ik vind het wel heel vet. Ja, kijk. Oh, vet. Dat is zo cool. Oh my god. Springschoenen. Dat is zo cool. Het is zo cool. Oh, dat ziet er heel gek uit. Ik moet even kijken hoe dat gaat werken in game. En natuurlijk hebben wij het Ruiter Festival spoiler. En daar ben ik het meest benieuwd naar. Want het is een heel groot. Het wordt echt een heel groot event. Oh my god. De bak is ook is een beetje verplaatst. Moorland Spot. Oh, dan komen de paarden weer terug. Oh, pretty.
Want dan kan je, oh, dan kan je weer teleporteren. Van Moorland naar Jorvikstal. Heel fijn. Oh, is dat een paard met tuig? Dat lijkt me heel erg... Oh, dan nee. Volgens mij kon je dat tuig op het paard op heeft verdienen. Was dat homestay of een shop? Oeh, we krijgen weer extra kampioenschap XP. Oh, nieuwe Lusitano's. Oh, die heb ik. Greenskin komt terug. Ik heb de greenskin eigenlijk nooit meer gebruikt sinds ik niet meer Star Stable edits maak. Misschien dat ik het weer een keertje moet doen. Maar ik heb er gewoon geen tijd voor. Een leuke outfit. Lekker dansen. Ik vind deze outfit altijd heel leuk, maar ik draag het eigenlijk bijna nooit. Ik vind het decor in een kleine bak altijd zo saai. Met een kleine bak in Jorvikstal wordt er nooit iets gedaan. Behalve met open huis. Dus ik hoop dat de kleine bak ook weer een keertje wordt aangepakt. Oh, hier kun je dan ook het tuig krijgen. Ik denk wel wat wedstrijdjes. Oh, hier nog meer zo'n storage space. Wel leuk dat ze al die storage dingen neerzetten. En de bak, dat is heel fijn. En er was dus ook een spoiler dat je dus dressuur kon rijden als wedstrijd. Ik ben daar heel benieuwd naar. Volgens mij gaan we daar straks nog een beetje wat van zien. Dus ja, ik vind het altijd zo schattig. Dat vind ik een hele mooie outfit, dat hoofdstel. De Scarlet set. De Supreme Scarlet set. Dat moet ik wel hebben, toch? Heel vet. Ik rij er alleen nooit met dit soort tuig. Ik ga het wel bij elkaar sparen, natuurlijk. Want ik heb volgens mij nog heel veel van die lentetokens. Ik gok dat het voor lententokens hiervoor gebruikt worden. So pretty. Ik vind deze ook wel mooi. Ik wil ze allemaal. Ik vind vooral de hoofdstellen heel mooi van al die sets. Ik vind het paard trouwens ook heel mooi. Misschien dat we toch nog voor een witte Belgisch warmbloedig gaan. Volgens mij is het een Belgisch warmbloed. Hij heeft twee verschillende hoeven. Dat zie ik nu pas. Maar weet je, we wachten wel tot die ooit in de sale komen. Want er komt waarschijnlijk toch wel een sale op die paarden ooit. Ook een leuk set. Oh, dat is ook de gele set die ze aan had, die we net zeiden. Ik vind die hoofdstellen gewoon zo mooi. Kijk hoe pretty. Dekje vind ik ook leuk. Het is wel jammer dat het niet op alle paarden past. Want al het nieuwe tuig was op nieuwe paarden. En ik heel veel oude paarden om uit te trainen. Maar overal wil ik deze sets allemaal. Oeh, deze vind ik niet zo mooi. Ik vind de pacebeschermers wel mooi. Maar ik vind het rood en roze bij elkaar vind ik geen match. Nee, daar ben ik niet zo van. Ik vind een dekje mooi. De pacebeschermers vind ik wel... Oh nee, ze hebben ook rode details. Nee, geen fan. De laarzen zijn wel cool. Handschoenen ook wel. Het scheelt alweer één set die ik niet hoef. Maar waarschijnlijk moet je de sets kopen. Want er zijn ook echt heel veel sets. Er zijn echt heel veel sets trouwens. Dus ik denk niet eens dat ik toekom. Oh, een strikje. Ik zie strikje op het zadel. Oh my god. Ik denk niet eens dat je aan toekom om alles te kunnen kopen. Want waarschijnlijk zijn elke item 10.000 Jorvik shillingen. Dus kan je één keer iets kopen van één... Oeh, die laarzen. Van, ja, je snapt wat ik bedoel. Oh my god, die is cute. Maar ik gebruik eigenlijk nooit huisdieren. Oh, ze zijn allemaal zo duur altijd. Je kan er gewoon een full-ass oud paard van kopen. Of een Yorkshire pony. En met al die sales is voor 400 starcoins heb je al een nieuw paard als hij in de sale is. Dus die ballonnen zijn leuk. Punkballoon. Maar ik heb al een ballon. Ik ben benieuwd wat we gratis kunnen krijgen en wat we moeten kopen. Die is cute. Oeh, met gouden rozen. Ik gebruik het nooit. Ja, de dressuur. Ik ben heel benieuwd. De mensen wilden altijd heel graag dressuur in de game. En ik zei altijd van, ja, maar dan moet je de oude Star Stable spellen gaan spelen. Daar hadden ze dressuur in de game. En mensen klaagden toen dat het te lang duurde. En dressuur is leuk. Alleen, het duurt lang.
Bij een race kan je op full speed kan je zeg maar gaan. En hier moet je daadwerkelijk een proef rijden. En dat duurt gewoon heel lang. Dus ik ben benieuwd of je dit dagelijks moet gaan doen. Want ik zie mij dit niet dagelijks doen. Omdat ik gewoon die vroeger de games al vervelend vond met dressuur. Dus Spring Riders was dat, geloof ik. Omdat het allemaal zo lang duurde. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit afgaat. Het is wel met penalty als je iets verkeerd doet. Dat is wel nice, I guess. Maar ik ben ook benieuwd wanneer het Ruiterfestival nou precies uitkomt. Want ze willen natuurlijk ook de nieuwe trainfuncties gaan uitbrengen. Mocht je die video nog niet hebben gezien met wat voor trainfuncties, dan moet je even de video hier kijken. Ik ben wel benieuwd hoe lang we hier uiteindelijk naar gaan kijken. Ik vind zelf persoonlijk dit heel erg saai om te doen. Ik denk dat ik het één keer leuk vind. En als je dit elke dag moet gaan doen, dat op een gegeven moment dat je er weer echt klaar mee bent. Maar hey, dan hebben we het in de game gehad. Kunnen mensen ook niet meer zeuren dat we het niet hebben gehad. Ik vind het wel heel leuk gemaakt. Oh, het is fijn dat je van die pijltje op de grond ook hebt. En van die sensoren waar je dus overheen rijdt. Alleen ik denk dat je die niet ziet in de game. Maar uiteindelijk zijn die stippen wel belangrijk voor waar je overheen rijdt. Ja, bijzonder. Heel erg bijzonder. En het zal geen spoilervideo zijn als ik natuurlijk niet de gameblog ga voorlezen aan jullie. Want dat doe ik altijd als die uit is. En ga lekker zitten. We gaan er weer even doorheen. We beginnen met Mythen en Legendes door Stacy Plays, de game director. Een briesje strijkt langs je wang terwijl veel over de vergeten velden rijdt en over de velden rijdt van de vergeten velden en Hollowoods. Nou, oké. Misschien moet ik het niet in het Nederlands gaan translaten, want de zinnen kloppen niet meer. Er blijft griezelig stil, perfecte plek om na te denken over mythes en legendes. Ik ben de verhalenverteller voor vandaag. Leuk, Stacy gaat dus vertellen over Sark's Table. Het heeft ze ingericht door een verhaaltje. Een blik. Oh, het eerste rijk van onbekend van het verhaal van een bank, een blikje verf en een verbijsterde meubelwinkel in Jorvik die binnenkort open gaat. Oh, wat is deze plek? Ja, mocht je het nog kennen, straks hebben we natuurlijk ooit een quest gehad waarin een bankstel kreeg, een blik verf en er was dus ook een winkel in Jorvik City die binnenkort open gaat. Toen Jorvik City uitkwam. En dat was dus een project om je homestable te customizen of een eigen huis. En dat is nooit doorgezet. Dus ik hoop dat ze het hierover gaan praten. Want het is nu al 7 jaar geleden dat Jorvik City uitkwam. En dat Starstable dat wellicht zou uitbrengen. Een maatwerk in de stal. Helaas kwam de ambitie van de keihard op uiting vervolgens niet goed was voor Jorvik om ons beste werk naar voren te brengen. De gebruikersinterface en de algemene gebruikerservaring waren moeilijk te navigeren en de enorme hoeveelheid bugs en technische problemen die er werden veroorzaakt werden te ernstig om verder te gaan. Dus we besloten een stekker uit het project te trekken tot het op een nader geschikt moment opnieuw te bekijken. Ver. We hadden ze wel eerder kunnen zeggen. Want die items die stonden volgens mij een jaar lang vast in onze inventaris. En we konden het niet in de kast doen. Dat was wel vervelend. Dus ik ben blij dat ze dat uiteindelijk uit je inventaris hebben kunnen halen. Dus ja. Opwinding voelt zich gewoon echt niet onder druk worden. Want in het eerder vrijgegeven in de liters zodat alle burgers net zo enthousiast zouden worden als wij. Dat was dus met die items die dus kreeg. Omdat deze functie niet werkte, bleef er een hoop onverklaarbare rotzooi in je inventarissen. En een leegstaande winkel in Jorvik City.
Het is altijd teleurstellend als iets wordt geschrapt. Maar nog moeilijker als we het allemaal aan jullie hebben gecommuniceerd. Inderdaad. Het was inderdaad wel vervelend. Maar ja. Het is wel jammer dat ze nu pas na 7 jaar met een verklaring komen. Want ze zeggen zelf een streven naar haar om een omgeving te creëren waar het oké is om fouten te maken. En het is oké om te zeggen dat iets niet klopt. Ja, maar dat je ook 7 jaar geleden kunnen vertellen aan ons dat het... Oh. Ik maak niet uit, Starstable. Het is oké om fouten te maken, want dat zeggen jullie zelf. Oké, ik word veel te sarcastisch van dit artikel. Ik hoop dat ze ervan leren dat ze in volgende projecten beter communiceren als er iets fout gaat dan dit. Want ze komen na 7 jaar aan met een half verhaal over hoe dat niet heeft gewerkt. Maar goed. Nu gaat Esmeralda Silverforce iets zeggen als een gameontwerper. In Jorvik ben ik bekend als Esme. Ik schreef nieuwsartikelen voor Star Stable. Momenteel werkt ze bij de game content design. Oké, leuk voor jou. Vorige maand hebben we de Jorvik Gazette speurtocht uitgebracht. Als je heel lang bij ons werkt, herinner je misschien dat onze eigen Linda Chada ooit de redacteur was van de Jorvik School editie van die krant. Ja, maar het rinkelt nu geen belletje. Oh ja, nee, dat is inderdaad die quest toen ik ziek was. Vandaar dat geen belletje rinkelt. Ik ben nog steeds ziek, daar niet van. Het is echt een feestje bij mij, I know. Hoewel de stad Jarlheim op dit moment stoffig uitziet, hebben onze 3D-artiesten wonderen gericht om de New York zelf tot leven te brengen. Ja, het zag inderdaad heel erg leuk uit op dat... stukje van de Jorvik Gazette in Jarlheim. We zien dat Sahara er blij uitziet in een stal. Kijk, het is niet helemaal paardwaardig. Maar het is wel heel cute. Over nieuw gesproken. We hebben misschien wat leuke onderdeel van Maak Mijn Support. Als brainstormen verhalen. We eindigen met meer dan 50 ontwerpen. Die onze interesse wekten. Of ons aan het lachen maakten. Grote kans is dat je er ooit een aantal in de game zal tegenkomen. Ik ben heel erg benieuwd. En Mary, ik weet niet hoe het uitspreekt, Mary Cecile Jacques, is een producent en die gaat ons vertellen over de personage van de spelers. En we hebben er een foto bij, dus de foto. Ik zie alleen 3 poppetjes naast elkaar en een Lisa op de achtergrond die er 100 keer beter uitziet, maar verder... Niks over te zeuren, behalve dat die poppetjes echt dood uit hun hoofd kijken. Dus ben benieuwd. We hebben goed nieuws met je te delen over de bijgewerkte personages. De animaties die nog steeds met onze technische problemen te kampen hebben, gaan eindelijk vooruit in een tempo waar we blij mee zijn. Nou, enig. Om in details te treden moest het paard staatsmachine synchroniseren met de personagestaatsmachine. Wat is dat, vraag je je af? Het is een systeem om verschillende soorten animaties, zoals rennen, lopen, hurken en hun relatie tot elkaar te kunnen beheren. Dus eigenlijk, zeg maar, hoe leg je dat uit aan mensen die niet game design doen? Ik ben heel erg beginnend in game design en 3D modelings, maar het is zeg maar... wanneer je een paard hebt en je zet er een poppetje op, zijn het 2 verschillende objecten van elkaar. Dus je moet zorgen dat het object 1, het poppetje, en het object 2, het paard, op elkaar aansluiten. Zonder dat het zeg maar raar uitziet. Dus dat moet je allemaal animeren natuurlijk. En dat is natuurlijk per paard moet je natuurlijk het laten passen. Dus ik ben blij dat hun dat gelukt zijn. Om dat op tempo te krijgen. Want het is best wel moeilijk. Ik ben ook benieuwd of ze de oude paarden hierin meenemen. Daar ben ik heel bang voor. Dus die moet ik zo snel mogelijk gaan uittrainen. Ja, maar dat doe ik niet echt. De Horse Stage Machine, zoals eerst wordt geïnt. En zul je de komende week Field Deed. Krijg je volgende week Field Deed. Is dus of het systeem doet.
Het personage zal profiteren van deze verbetering wanneer het personage op dit arriveert. Oké. Ik ben benieuwd wanneer het arriveert. We hebben ook een animatietechnologie waarmee we werken. De additive animations, waarbij de animatie je goed uit kunnen laten zien op elke lichaamsvorm. Bijvoorbeeld zodat de armen niet in botsing komen te heupen. Maar het zou ook worden gebruikt bij gezichtsuitdrukkingen toe te voegen en nog veel meer. Oh, ik kan niet wachten op de gezichtsuitdrukkingen update. In januari hebben we 2 weken gewijd aan rokken en jurken. Nice. We hebben ontwikkeling nodig om te zorgen dat de weergave rond de been natuurlijk was, ongeacht welke body je kiest. 2 van onze 3D artists zal een technische artiest hebben. 1 van onze technische artiesten hebben hard gewerkt om manier te vinden om problemen automatisch op te lossen en te zorgen dat toekomstige kleding in dit soort het probleem niet zal hebben. Dat lijkt me zo moeilijk om het allemaal te veranderen. We hebben alle haren enigszins bijgewerkt om te zorgen dat ze consistentie en weergave hebben. We richten ons nu op type 3/4 haartypes. Krullend en kroeshaar. Ja hoor. En op de korte en genderneutrale stijlen. We weten dat het voelt alsof de voortgang heel traag is, maar de personage van Taylor is verbonden met alles in de game en elke verandering heeft volgen voor bijna elk team. Het is heel zwaar, want je moet natuurlijk alle shortcuts, short scenes veranderen, alle manieren van hoe het poppetje op het paard zit, alle kleding. Er is zoveel kleding. En ik snap ook niet dat Star Stable nog zoveel kleding uitbrengt. En het blijft doorproduceren. Terwijl ze, ja oké, okay, misschien dat ze het alvast aanpassen op een nieuw poppetje en zo. Maar ik ben heel erg benieuwd naar wat het uiteindelijk gaat worden. Het ziet er al zo'n stuk beter uit. En ik ben heel benieuwd naar de tweede beta-test. Want die zou er ook aankomen. En ik ben heel benieuwd of er dan nieuwe mensen mogen testen. En zo ja, dan hou ik jullie natuurlijk op up-to-date. Want dan ga ik me natuurlijk inschrijven. En ik ben heel erg benieuwd naar wanneer de update uiteindelijk aan het komen. Ze hebben goede progress gemaakt en ik ben heel erg benieuwd. Waarschijnlijk wordt het echt flink wennen. Maar de poppetjes zien er wel veelbelovend uit. Dus ja, ik ben positief. Dat mag ook wel na bijna 12 jaar met de oude poppetjes. Ja, niet echt helemaal 12 jaar. Poppetjes zijn een aantal keer aangepast. Laten we 8 jaar zeggen, 8, 7 jaar. Ja, want ze had natuurlijk eerst super lange nekken. Dat was echt lelijk achteraf. Dus daar moesten we ook allemaal aan wennen. Dat is ons ook gelukt, dus dit gaat ons ook lukken. Bedankt voor het kijken naar deze super lange spoiler video. En zoals altijd zeg ik, take care en houdoe!